Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Vandaag wil ik graag samen met jullie dit super eenvoudige kaartje maken. En dit kaartje heb ik gemaakt met het geweldige Snowflake Splendor DSP. Of Design Series Paper. En dit zijn de verschillende. Dit is volgens mij nog een dubbele. Motieven in allerlei blauw en groen tinten. Dit is de ene kant van het papier. En dit is de andere kant van het papier. En deze week heb ik mijn allereerste workshop thuiseditie voorbereid met dit prachtige DSP. Dus ik ben volop met dit papier aan de gang geweest. En ik heb er nog een kaartje bij verzonnen. Dit is niet een kaartje uit de workshop, maar een ander kaartje. Wat heb ik hiervoor gebruikt? Een basiskaart van 21 cm bij 14,5 cm, gerild op 10,5 cm. En daarnaast heb ik drie driehoeken gestanst uit het DSP. En hiervoor heb ik de driehoekstansen gebruikt. En ik heb deze twee maatjes gebruikt. En dit zijn de, ik ga even voor jullie kijken hoe ze officieel heten, de Stitched Triangle Dies. En dat zijn een heleboel verschillende soorten driehoeken. Maar ik heb dus deze twee gebruikt. En daarnaast gebruik ik ook nog een klein restant stukje Whisper White voor het spreukje. Dus laten we snel gaan beginnen. Allereerst, ik leg de kaart even opzij. Vouw ik mijn kaart dubbel. En hiervoor gebruik ik mijn boomfolder. En dan ga ik de driehoeken aan de rechterkant gewoon een beetje positioneren. En zoals je het denkt dat je het leukst vindt. Ik denk dat ze ongeveer zo komen. De twee grote driehoeken plak ik op met wat Tombow. Kijk, aan de achterkant is ook super leuk, hè? Alle kanten zijn leuk van dit papier. Maar ja, je moet een keuze maken. Deze plak ik een beetje zo naar beneden, want die mag wel onder de tekst uitkomen, vind ik. Deze plaats ik iets verder naar boven. En ik had net zo goed die kant kunnen gebruiken, zie ik. Die plaats ik een beetje zo opzij, zodat er wat hoogteverschil ontstaat van de boompjes. En de laatste plak ik op met wat dimensionals. Ik leg mijn Tombow even opzij. Ik plak er een grote dimensional op de onderkant. En in het puntje, of zo ver mogelijk in het puntje, plak ik een kleintje. Zo. En die plak ik hier zo'n beetje tussen. Dan neem ik mijn Misty Moonlight inkt. En ik heb de tekst Merry Christmas. En die komt uit de Snowman Season stempelset. Dat is een terugkomertje van vorig jaar. Een superleuke set met een sneeuwpopje. En dus een prachtige tekst. Ik neem mijn strookje. Dit strookje is 1,9 centimeter hoog. En 10,5 centimeter breed. En nu zul je wel denken, Danielle, waarom kies je 1,9 centimeter? Dat zal ik je zo laten zien. En nou probeer ik hem recht te stempelen, dus uiterste concentratie. Ik doe het ervoor. Zo. Want ik heb hier de tag punch. Ik weet even zo snel niet uit mijn hoofd hoe die heet, maar ik zal het hieronder even in het scherm zetten. Ik schuif hem in het vlaggetjesgedeelte, zeg maar. Tenminste, ik noem dit altijd een vlaggetje. En ik pons hem. En hij past precies en daarom heb ik ook die 1,9 centimeter genomen. Want de kleinste is 1,3 centimeter, 1,9 centimeter en 2,5 centimeter. Dus je kunt drie verschillende breedtes maken. Super leuk. Zo. Hieronder doe ik ook twee dimensionals. En die doe ik aan de buitenkant. Normaal doe ik er ook altijd eentje in het midden. Maar ik heb hier natuurlijk dat boompje
zitten. En die is al iets verhoogd. Dus die geeft wat steun. Dan plak ik de tekst er zo op. En dan moet ik even kijken dat hij goed recht zit. Zo. Ho. Zo zit hij recht. Ik had hier wat lijm onder kunnen doen zodat dit vast zit. Maar op zich maakt dat niet zo heel erg uit. Dan neem ik nog wat basic rhinestones. En ik zoek mijn tool om ze makkelijk er vanaf te halen. Dit is de Take Your Pick tool. En dan plak ik hier een steentje. Ik plak er hier eentje. En dan nog een beetje zo opzij. Voor het glimmertje wat bij de kerst hoort. En dan is mijn kaartje klaar. Weer precies hetzelfde kaartje. Door het gebruik van ander DSP, of tenminste een andere kant van de DSP, is hij toch net iets anders. Super eenvoudig om te maken. Dus heb jij 50 kaarten die je moet maken, dan is dit echt een ideale kaart om in veelvuldigheid te maken. De producten die ik heb gebruikt zijn bij mij te bestellen. Dus wil je een bestelling plaatsen, stuur dan een mail naar danielle.kassing@gmail.com. En ik help je graag verder. En heb je vragen over mijn kaartje of de spulletjes die ik heb gebruikt, dan kun je me uiteraard ook altijd een mailtje sturen. Graag tot de volgende keer. Doeg!